Beste mensen, we zijn er weer. Ja, daar staan we dan weer. Sinds 3 jaar. En soms, ja, soms denk je, is 2 jaar. Ik moet u zeggen, ik ben soms het tijdsbesef gewoon kwijt. Nog geen 2 maanden na die laatste nieuwjaarsbijeenkomst in 2020 begon de coronacrisis. En als ik toen tegen u had gezegd, nou, dit was het dan, daar. Over 3 jaar zien we elkaar weer. Dan had u gezegd, Jan Seer, bent in de war. Onvoorstelbaar, hè? 3 jaar geleden. Tijd doet iets met mensen. Zeker op een moment als dit. Aan momenten en gebeurtenissen valt niet te ontsnappen. En toch, ja, toch is het mogelijk om je niet door de tijd te laten vangen. En dat doen we vanavond. We vieren met elkaar de komst van het nieuwe jaar. En dat is iets om ieder jaar weer te vieren en er blij mee te zijn. We rekken het moment even op. We zetten de tijd stil. En de gemeente Zeist, beste mensen, die laat zich graag inspireren door de onbevangen blik van kinderen. Want als er iemand weet hoe je de tijd stilzet, dan zijn zij het wel. Kinderen lijken bijna tijdloos te leven. Ze kijken met vertrouwen naar de toekomst. Daar mogen we ons best door laten inspireren. Want het is een uitdagende tijd. En daarmee zeg ik niks nieuws. Er zit heel wat gruis in onze schoenen. Iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen. En samen hebben we er ook een heleboel. En die doen een beroep op ons allemaal. Daarbij is het de kunst je niet te laten meeslepen door de uiterste. De scherpe meningen. De harde taal. De tijd vraagt aan ons om creatief te denken. Om positief te zijn. Om de verbinding te maken. Trouw te blijven aan wat ik noem het warme midden. Het hart van de samenleving. Daar waar we met velen zijn. Ik zie in Zeist heel veel bemoedigende initiatieven van dat warme midden. Waar mensen oog hebben voor elkaar. Waar we als samenleving stappen kunnen zetten. Waar we elkaar kunnen ontmoeten. Om elkaar te versterken. Ik zie het warme midden tijdens de winteractie. Waarbij verschillende organisaties zich hebben ingezet om bijvoorbeeld de voorraad van de voedselbank op peil te houden. Ik voel het warme midden bij het eetcafé, waar Christina uit Kiev nu aan het werk is. Het blijkt een gouden greep voor beide partijen. Ik zie het warme midden bij al die initiatieven voor de inwoners van Zeist die extra geraakt worden door de stijgende prijzen. Een speelgoedbeurs, deelkasten met voedsel en andere producten, een boom met warme jassen voor wie er eentje nodig heeft, plukjassen. Dat is toch creatief? Heeft u er een aan, mevrouw? Nee. Zeg het nog maar. Zeg het nog maar. Nee, maar ik zag een glimlach om het idee en dat doe ik ook. Als je toch ziet hoeveel goede initiatieven er in die samenleving ontstaan als de gure wind buiten hangt. Dan blazen we niet guur mee, maar we laten ons hart spreken. En we denken, hoe kunnen we elkaar een handje helpen? En dat is creatief. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we zonder kunnen. Maar wat ben ik trots op deze hoopgevende initiatieven. Het zijn symbolen van medemenselijkheid. Ik voel het nu, we hier bij elkaar zijn weer. Het warme midden. Wat ben ik trots op Zeist. Wat ben ik trots op u. Jong en oud. Inwoners en ondernemers. Iedereen die in Zeist actief is. De wisseling van het jaar geeft ons de kans om het gruis uit onze schoenen te schoppen. Ik doe het even voor. We schoppen het eruit. Schop het gruis uit de schoenen. Maar raak elkaar niet, zou ik willen vragen. Nieuwe stappen te zetten in deze tijd. Het eigen perspectief te verruimen met de hoopvolle initiatieven die in deze tijd te zien zijn.
We laten ons niet ontmoedigen door de tijd en alle grote uitdagingen die spelen. De hoop, het optimisme, zit hem in kleine dingen die je dichtbij en op dit moment kunt doen. Dat doet een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid en op de creativiteit van onze samenleving, op het warme midden. En daarmee zit het in Zeist wel goed. Vanavond vieren we het moment om met elkaar in het vertrouwen en met het optimisme, zoals kinderen ons dat voordoen, te vieren en te leven in de warmte van al deze mensen bij elkaar. Ik wens u namens het gemeentebestuur een goed en hoopgevend nieuw jaar toe, met alle tijd en aandacht voor het warme midden, het hart van onze samenleving.